Hallo, welkom bij Draadje Los! Het is zover een extra ingelaste video want vandaag start de pre-sale van het haakpakketje wat je bij Janice Eve kunt bestellen bij Eva voor uh, de Pandalapakal die 11 april gaat starten en in deze video het is binnen ik laat je zien hoe het pakketje eruit ziet wat er allemaal in zit hoe je, eh, wanneer je kunt bestellen. Wat je allemaal krijgt daarvoor. En eh, nou ja, goed. Alle informatie die je dus nodig hebt. Ik zei het al eerder hè, in een zaterdag vlogje. Natuurlijk kun je die panelapkal meehaken met je eigen garen. Het moet wel katoen zijn. Um, ik gebruik zelf in die kal, want die heb ik al veel eerder opgenomen. Gebruik ik uh, matte katoen. Maar ik weet dat heel veel mensen veel liever werken met. Um, dat mooie glanzende, gemercialiseerde katoen. En dat zit dus in die pakketjes. Ik ga hem openmaken. En laten zien wat je krijgt. En natuurlijk alle informatie die je nodig hebt. Nou. Tadaa! Komt-ie? Moet je eens kijken hoe dat eruit ziet. En deze heb ik ook. Warning, really good things inside. Nou, als je een pakket bestelt, dat kan vanaf vandaag. En de link naar de webshop naar deze pakketjes staat in de beschrijving onder deze video. Dus als je op die link klikt, kom je meteen in de webwinkel van eva.geneseve.be en kun je dus zo'n pakketje bestellen. Wat zit daar in? Nou, je krijgt het sowieso in zo'n mooi organza zakje. Dat ziet er sowieso al prachtig uit, hè? Dan gaan we hem eens even openmaken. Nou, wat krijg je er nou voor? Vier bollen katona, katoen. Um, er zijn drie verschillende kleurstellingen. Dat laat ik zo even zien. In ieder geval zit er in gebroken wit of roomwit. Het is katona katoen van Scheepjes. Um, de mooie gemerceriseerde katoen. Twee bolletjes gebroken wit of roomwit. En twee bolletjes in een kleur. In dit geval een beetje het ja, oud roze rood. Ik vind het een heel mooi kleurtje met dat room. Vier bollen katoen. De andere kleuren laat ik zo even zien. Vier bollen katoen zitten erin. En het is inclusief een Addi dubbele haaknaald, nummer 3,5. Die zit er ook bij in. En Eva zou Eva niet zijn als ze er niet een zakje, ook weer zo'n schattig Organza zakje, bij zou doen. Met een leuke goodie. In dit geval knoopjes en een mooie stekenmarkeerder. Dat zit er sowieso in, en zolang de voorraad strekt, een glazen flesje met een steekmarkeerde erin ook, ook een schattig dingetje. Nou, en dat hele pakketje kost je dan 13,50. Dat is echt ruim goedkoper dan je uh, dan wanneer je de spulletjes los aanschaft. Dus dat krijg je in je pakket vier bollen katoen in twee kleuren. In ieder geval roomwit met een andere kleur. De haaknaald en wat goodies. En als je je bestelling in de pre-sale doet en die begint vandaag, die start he, na deze video, dan kan je al bestellen. En die loopt tot en met vrijdag 7 april. En als je binnen die tijd zo'n pakketje bestelt, dan krijg je er van Eva ook nog eens een keertje zo'n katoenen. Scheepjes tas bij cadeau, die je heel handig als projecttasje kan gebruiken. Dus die krijg je er nog bovenop als je tijdens de pre-sale een pakketje bestelt. Dus 13:50 vanaf vandaag tot en met 7 april. En dan krijg je er een scheepjes tas bij. Bestel, wil je nou eerst een paar afleveringen afwachten en besluit je om later een pakketje te bestellen, dan kan dat ook. En dan krijg je dus dit pakketje, maar dan krijg je dus niet de scheepjestas erbij. Nou, welke kleuren zijn er nog meer? He, dit is dus een beetje het, ja, het oud roze rood. Ik vind het zelf een prachtige kleur met dat roomwit. Mooi contrast ook. Um, doet me een beetje denken aan die ouderwetse keukendoeken die je vroeger had. Die waren ook vaak met rood. Maar er zijn ook andere kleurstellingen. Het roomwit met oud blauw. Wat natuurlijk, ja, ik vind het een hele mooie combinatie ook dit. Echt wel een leuke, ja, beetje, doet een beetje denken ook aan Dallas Blauw tegeltjes. Hè? Die kleur. Dus dat is een, uh, een combinatie mogelijkheid. Of als je kiest, als je wil gaan voor hip, modern en strak. dan kun je ook kiezen. Voor wit met zwart. Dat is natuurlijk ontzettend leuk in een moderne keuken. Dus drie verschillende kleurstellingen. Gebroken wit met zwart. Met een beetje oud rood of met oud blauw. Dus nogmaals, vanaf vandaag tot en met vrijdag 7 april. Te bestellen: het pakketje in een mooi organza-zakje met een tas cadeau 1350, inclusief de haaknaald die je nodig hebt. Nou, als je uh, in deze week bestelt, dan gaat Eva het uh, eigenlijk meteen in orde maken en uh, opsturen, zodat je het precies net als de kal start in huis kunt hebben. Dus ja. Hartstikke leuk. Ik vind, het, uh, ik vind het heel spannend, allemaal. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus um, ja, ik zou zeggen. Doe er je voordeel mee. En um, ja. Heb ik nou alle informatie verteld? Even kijken hoor. Ja. Tot en met vrijdag 7 april. Daarna is die ook nog verkrijgbaar, maar dan zonder tas. Ja. Ik heb, ik heb nog niet alles verteld. Want. Uit dit pakketje kun je twee dubbele pannenlappen haken, hè, als je dat wil. Um, ja, het is een beetje een soort van mystery call. Hè, dus je, uh, je ziet pas gaandeweg de afleveringen hoe het eruit gaat zien. Maar uh, je zou twee dezelfde kunnen maken. Je kunt ook zeggen van nou, de een hè, doe ik de achtergrond in het wit en het plaatje in het rood. En de ander doe ik hem andersom. Maar je kan er dus twee dubbele pannenlappen uithalen. Die echt wel lekker stevig worden, lang meegaan. En dan blijft er nog genoeg over om daar nog iets kleins van te maken. En eh, na de kal, als die is afgesloten, dan ga ik daar ook een video eh, van opnemen van wat je dan nog met deze eh, restjes hiervan nog kunt doen. Dus dat wilde ik toch even gezegd hebben, want ja, vier bollen dat lijkt veel, maar voor twee dubbel dikke pannenlappen. He, dan denk ik, dat wou ik toch even zeggen. En wat ik zag toen ik even checkte: het eerste stukje film, dat de kleur blauw in het echt veel mooier is uh, ja, dan wat je hier ziet. Het lijkt hier een beetje hardblauw, maar in werkelijkheid neigt het een beetje richting denim. En dan bedoel ik een, een vrij uh, nieuwe denim-spijkerbroek, maar da niet dat hele donkere. Maar ook niet gebleekt... Um, en het is heel moeilijk juist met blauw tinten... maakt niet uit of je bij kunstlicht of bij daglicht filmt... maar blauw tinten neemt de camera gewoon lastig... dus in werkelijkheid is het wat uh, wat gedekter en wat zachter dan wat je hier ziet... dus dat nog eventjes <laughs> ter aanvulling... nou ik zou zeggen... Um, Neem een kijkje in de webwinkel. Klik even op het linkje onder deze video. En uh, dan hoop ik samen met jullie vanaf 11 april te kunnen starten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!